Maar nu eerst ons Topdocs Lab. Hier doen Rachel en Albert spannende en opmerkelijke experimenten. Jij kan nu genieten van deze geweldige muziek dankzij je gehoor. Nou. Ja, en hoe je gehoor precies werkt, dat gaan we je vandaag laten zien. Ja, en dat gaan we je laten zien door middel van deze box. Er ligt plastic overheen, want geluid bestaat uit trillingen. Nou, let op. Ik ga hier even wat muziek uit laten komen. Kan jij misschien doen, Mr. DJ? Trillingen, let op. Ik heb hier een handje met rijst. De rijst gaat dansen. Want de trillingen... Nou, die trillingen die zag je net. Het plastic gaat meetrillen en daardoor gaan de rijstkorrels dansen. Leuk. Dansen cool, de ja. Rijstkorrels. Nou, hoe het gehoor nou verder precies werkt, dat gaan we jou laten zien vandaag. Want we gaan op reis door je gehoor. En als je op reis gaat, neem je natuurlijk een koffer mee met spullen. En hierin zitten alle spullen die je nodig hebt om te horen. Ja. Ja, bizar, hè? Je zou het gewoon niet zeggen. Dit is gewoon je gehoor. Wat doet die sla je nou weer? Ja, nee, dit moet je niet weggooien. Dat is voor... Dat heb je toch echt niet nodig? Dat is voor Linda, de slak. Ach, goh, kijk hem nou. Nou, lekker sla eten. Jij pakt even je sax, want geluid begint natuurlijk in de lucht. Het geluid gaat op reis. En het komt via de lucht als trilling aan bij je oorschelp. Je oorschelp? Yes, dat is het eerste stukje. Eerste onderdeel. En je oorschelp die trechtert de trillingen en brengt die naar je gehoorgang. Je gehoorgang. Oké, gehoorgang, zo. Hoor je het? Ja. Dan wordt het zeg maar naar je middenoor gebracht. En in je middenoor komt het eerst aan tegen je trommelvlies. Je trommelvlies. Ah. Ja. Je trommelvlies is dus een heel erg dun vlies. En ik heb mijn trommelvlies wel eens gescheurd. Dat is geen probleem. Dat kan gebeuren, ja. En het trommelvlies is een soort bovenkant van een trommel. En die trommelvlies brengt de drie kleinste botjes van je lijf trillen. En dat zijn je hamer, je aanbeeld en je stijgbeugel. En die zien er in het echt zo'n beetje zo uit. Dit is veel groter, hè? Want eigenlijk zijn deze botjes maar 5 mm groot. Hier zie je je hamer. Die lijkt ook echt een beetje op een hamer. Die slaat op dit aanbeeld. En dat aanbeeld brengt weer je stijgbeugel aan het trillen. En die ziet er ook echt een beetje uit als een stijgbeugel van een paard. Zie je dat? Oké, dus even alles bij elkaar. Dus het geluid komt eerst in je oorschelp. Dan gaat het zo woep door je gehoorgang. Dan komt het bij je trommelvlies. Een heel dun vlies dat gaat trillen, trillen, trillen. En dat zorgt dat het geluid, de geluidstrillingen, bij het hamertje komt. Dat slaat het zeg maar door naar het aanbeeld. Mm-hmm. Dat gooit het weer door naar de stijgbeugel. En wat doet die stijgbeugel dan? Nou, die stijgbeugel die laat het slakkenhuis trillen. Oh. En daar hebben we natuurlijk slak Linda voor hier zo. Dus die stijgbeugel die duwt tegen dat slakkenhuis aan. Ja, en het slakkenhuis zit nu vol met een slak. Maar normaal gesproken in je oor zit het vol met vloeistof. Ja, kijk. En als je het slakkenhuis nou even voorstelt als een bak met water... met daarin... trilhaartjes. Wel 50.000 trilhaartjes. En als ik hier nou water bij ga gieten... dan zul je zien, als ik het water heen en weer beweeg... dat de trilhaartjes ook bewegen. Ja, die gaan wuiven. Zie je dat? Dus dat geluid dat reist eigenlijk via die wuivende haartjes naar... Uiteindelijk je hersenen, want die trilhaartjes kunnen iets heel erg knaps. Die trilharen die kunnen van deze wuivende trillingen elektrische signaaltjes maken. Eigenlijk net als een microfoon, kijk. Want een microfoon die maakt ook van trillingen elektrische signalen. Maar ja, dan moeten die elektrische signalen natuurlijk nog wel naar je hersenen toe vervoerd worden. En dat gaat via je gehoorzenuw. Ingeplucht. Oké, nou, dit kostte heel veel tijd om dit precies uit te leggen. Maar hoe snel reist geluid nou door je oor? Wel 1000 km per uur snel. Echt? Ja. Oké. Woe!